Ik kan me niet indenken dat er een huis is in Nederland waar alle wanden kaal zijn. Er hangt een spiegel of een schilderij of een tekening van de kinderen of een poster. Mocht het toch het geval zijn, dan kunt u hier in Galerij Tripmaker wel een idee opdoen. Want we zijn hier in de Oude Straat bij Wouter Berns, kunstschilder. En nou, die heeft veel prachtige schilderijen gemaakt, bekend in binnen- en buitenland. Maar het bijzonder is, hij heeft ook een roman geschreven. En over die roman, Vervaagde Streken, daar gaan we het nu even over hebben. Wouter, je boek heet Vervaagde Streken. Maar nu heeft het woord streken verschillende betekenissen. Ik denk aan een schilderstreek, of een streek, een gebied, of iemand heeft iemand anders een streek geleverd. Waar moet u hierbij denken? Ik heb ze alle drie al genoemd. Oh. Ze zitten alle drie in. In het boek speelt een kunstschilder een grote rol. Nou, kunstschilders staan bekend om hun verfstreken. In het boek zit ook een wat ingewikkelde politieke situatie. Ja. Met machthebbers die streken uithalen. En ja, in het boek gaat men toch ook naar een mooi oord. Een verfstreek. Ja, ja, dus zeker. Alle streken die jij noemt zitten in het boek. Ja, ja. Nou, ik heb het boek gelezen. En nou, het is heel verhalend en filmisch geschreven. Als ik nou scenario schrijver was, kon ik er een mooie film van maken. Wie weet gebeurt het nog eens een keer. Het zou leuk zijn. Ja, ja, het zou wel leuk zijn, ja. Zit er in het boek ook autobiografische kenmerken? Zeker wel. Het is geen autobiografie. Nee. Maar je kunt denk ik als schrijver nooit, en als schilder ook niet, als maker van iets, nooit helemaal voorbij jezelf. En er zitten een aantal scènes in het boek die ook letterlijk gebeurd zijn. En dat zijn scènes die vooral met landschap en omgeving te maken hebben. Als je een omgeving beschrijft en je wilt dat juist, zoals jij het nou doet, filmisch of heel herkenbaar beschrijven, dan is het wel prettig als je er geweest bent. Ja. Dus er zijn een aantal scènes, en die ga ik niet verklappen, want dan moeten mensen het boek voor lezen, waar ik geweest ben. En die heb ik ook kunnen beschrijven omdat ik er geweest ben. Ja, precies. Ja, en daarom wordt het ook zo filmisch. Ik denk dat het meespeelt. Ik denk dat dat meespeelt. Ja, ja, ja. Ja, kan me goed indenken. Nu zeg je ergens in het boek, kunst gaat boven politiek. Hoe moet ik dat uitleggen? Kunst is groter dan politiek als het goed is. Want anders is het propaganda. Ja, ja, en dat komt ook in het boek voor. En dat is, in dat boek komt dat ook voor. Ja, ja. En het is juist dat de kunstenaar wiens werk tegen zijn wil en dank het symbool is geworden van een repressief regime. Dus daarmee is zijn kunst een propaganda-artikel geworden. Het is de kunstenaar zelf die dat ook zegt. Ja, dat moet niet. Dat mag niet. Kunst moet boven en los van politiek staan. En dat is een mening over autobiografisch gesproken. Dat vind ik zelf ook. Ja. Dat vind ik als maker, als kunstenaar, als schilder ook. Ook wel indenken. Nu heb je het in je boek ook over een omwenteling. Ik moet dan ook zelf denken aan die wende. Ja, Oost- en West-Duitsland, dat is toch een totale omwenteling ook. En je spreekt ook over een wereld die er niet al te best uitziet. Er worden gecontroleerd. Hoe zie jij die toekomst? Zie je dat ook zo? Je ziet al dat het gebeurt. Ik ben absoluut geen complotdenker. Ik ben aan dit boek begonnen voor corona. In de coronaperiode kwamen er toch allerlei regels en allerlei wetjes en allerlei zaken waar we ons aan moesten houden. En ten dele kon het ook even niet anders, want we wisten helemaal niet wat er boven ons hoofd hing. Nee. Maar je realiseert je, als dat soort dingen niet teruggedraaid worden, of als de machthebbers de smaak te pakken krijgen om zo het volk toch een klein beetje makkelijker in het gareel te laten lopen, dan kan een samenleving er over 20, 30 jaar heel anders uitzien. Ja. En dat fascineerde mij. En toen ik aan het schrijven was, denk ik van, hé, daar ga ik mee spelen. Zowel als ik schilder als dat ik schrijf. Het is ook spelen met die ingrediënten. En kijken, het is fictie het boek. Ik bedoel, het is bedacht. Ja. En als je iets bedenkt, is het grenzeloos. Ja. En dan kun je alles proberen. Het zou kunnen gebeuren. Jij zegt het en ik ben dat met je eens. Ja, wat daar gebeurt is toch wel dusdanig dat je denkt, dit kan gebeuren. Ja. En je hebt ook maar een paar wetswijzigingen nodig. Ook in een democratie als Nederland. Ja, ja. En je zit er heel dichtbij. Ja, ja. Je zit er heel dichtbij. Ja, ja, inderdaad. Even iets persoonlijks. Je hebt bij de uitreiking van het eerste boek, heb je dat aan je moeder gegeven. Was daar een speciale reden voor? Mijn vorige boek, Een hemel voor Theo, heb ik opgedragen aan mijn overleden vader. Mijn moeder leeft nog, daarom kon ik haar natuurlijk ook het boek geven. Ja, dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk. Ja. En ook om het heel persoonlijk te houden,
Ik bedoel, het vorige boek was wat dat gaat, ook geschreven voor mijn vader. Gaat ook over, niet over mijn vader, maar wel over een man die overlijdt en van alles meemaakt in de hemel. En die man heet Theo. En mijn vader heette ook Theo. Oh ja. Dit boek heeft autobiografisch, staat mijn moeder hier volledig los van. Speelt ze ook helemaal geen rol in het boek. Maar het is natuurlijk wel leuk om haar dat eerste exemplaar te overhandelen. Ja. Je schrijft al sinds de jaren 90. En nu horen wij daar pas van. Ja, maar dat komt. Ik ben een verhalenmaker en ik heb inderdaad wel eens het een en ander toevertrouwd aan papier. Met woorden en niet alleen maar met beelden. Want in principe ben ik opgeleid tot kunstschilder. Ik ben een verhalenschilder. Lang heb ik gedacht dat schrijven, dat moet mijn hobby blijven. Ik heb ooit van mijn hobby mijn beroep gemaakt. En dat is dat ik van dat schilderen mijn vak heb gemaakt. En dat schrijven, dat ging ik steeds leuker vinden. Ik kon daar mijn ideeën in kwijt. En toen dacht ik ook, wat moet ik dat niet gewoon lekker voor mezelf houden. Ja. En daar de wereld niet mee vermoeien. Maar ook vooral niet in een situatie van verwachtingen scheppen komen. Maar daarop zei Marieke, waar ik mee al 30 jaar samenleef, zegt, ja maar Wouter, die verhalen zijn eigenlijk te mooi. Het is eigenlijk niet eerlijk dat jij die in jouw computer laat zetten. Nee, nee. Laat zitten. Dus ja. Daarmee hebben we eerst een helemaal voor Theo uitgegeven. In 2020 en nu vervaagde streken. Oh, ja. En er ja. komt nogal meer aan, denk ik. Ja, ja, leuk. Je schildert en je schrijft. Kun je, terwijl je aan het schilderen bent, moet je dan eerst het schilderij afmaken en dat je dan aan het schrijven gaat en omgekeerd, of kan het wel samen gaan? Dat loopt aardig door elkaar. Vooral in de vroege fase van een boek. Schrijf je wat, rommel je wat, ben je wat bezig, ben je dat plot en dat idee aan het neerzetten. En dat gaat echt tussen het schilderen door. De ene dag schrijf je wat meer, de andere dag schilder je wat meer. Als het boek fijn geslepen moet worden, omdat je hebt besloten om het uit te geven, dan ben je hele dagen eigenlijk wel met schrijven bezig. En dan is de combinatie schilderen-schrijven moeilijker. Ja. Dan laat ik het schilderen even los en dan richt ik me op het schrijven. Ja. En nu het boek klaar is, hè, Vervaagde streek is nu net een paar weken geleden uitgekomen, dan richt je je weer volledig op het schilderen. Ja. En laat je het schrijven even een beetje los. Ja. En als je dan aan het schrijven bent, heb je dan niet in je achterhoofd, ik moet eigenlijk ook dat schilderij afmaken? Nee. Of dat niet? Dan sluit je dat echt af? Het is nog sterker, als ik in het schrijven zit, dan zit ik zo in het verhaal, dat ik helemaal niet meer met andere dingen bezig ben. Als ik schilder, kan ik nog wel eens denken, oh ja, ik moet zo boodschappen doen. Als ik schilder, kan een dialoog die in het boek plaats moet vinden, die kan ik bedenken terwijl ik schilder. Maar ik kan geen schilderij bedenken terwijl ik schrijf. Nee, nee. Het schrijven zet me op een hele andere manier in het nu dan het schilderen. Dat is eigenlijk wel interessant. Ja. Dat maakt ook die samen, die twee elementen zo boeiend. Ja. Nou, het valt mij op als ik jouw schilderijen bekijk. Die zijn ook heel verhalend. Het is niet zo van een stil leven dat je precies kunt zien. Het is een dode kip en een ei en bloemen en zo. Je kunt er van alles ook bij bedenken. Ik kan me ook indenken dat verschillende mensen verschillende verhalen bij één schilderij bedenken. Dat is het leukste wat er is. Ja. Dat is ook het leuke van de galerie die we nu zelf hebben. Normaal exposeer je werk en ben je er niet bij als mensen naar je werk kijken. In de eigen galerie Tripmaker ben ik er wel bij. Meestal ben ik hier vrijdag, zaterdag, zondag als er mensen in die galerie lopen. En dan vraag je ook aan mensen wat hun favoriete schilderij is. Of ze beginnen zelf al hele verhalen te bedenken. Ja. Leggen een titel heel anders uit dan wat ik er misschien mee bedoeld heb. Maar dat is juist zo leuk. Ja. Kijk, ik maak het, je bedenkt het, je speelt en leeft ermee. Maar als het schilderij af is, is het voor de kijker. En ergens is dat met de roman net zo. Hè? Het boek, ik heb een bepaald idee, bepaalde bedoeling, bepaalde gedachten bij het boek. Maar als een lezer daar andere gedachten bij heeft, is dat juist heel boeiend. Ja. Dat du moment je een kunstwerk, wat het ook is, aan de wereld geeft, is het van de wereld. En ben je als maker eruit verdwenen. Dat vind ik ook wel goed. Ja, je kunt ook even wel afstand van nemen. Dan. Ja, dan kan je wel afstand van. Ja. Je zegt ook ergens in je boek, schrijven is afwegen. Is het met schilderen ook zo? Continu. En ik zeg ook dat afwegen wat anders is dan twijfelen. Ja. Twijfelen heeft een wat negatieve betekenis voor veel mensen. Hè? Dat mensen zich een twijfelkont vinden, dus dat ze niet weten wat ze willen. Bij afwegen ben je letterlijk aan het afwegen. Dus je hebt meerdere mogelijkheden en je probeert door daar goed naar te kijken, goed naar te luisteren, het beste te kiezen. En natuurlijk, dat is met schrijven, met taal. Welk woord gebruik je wel, welk woord gebruik je niet? Ja. Wat voor toon geef je een persoon? Wat voor toon laat je hem aanslaan? Ja, continu. Maar dat is ook het mooie van een creatief proces. En dat bewegen, dat bewegelijke van dat afwegen, dat maakt ook dat zowel schilderen als schrijven nooit saai wordt. Ja, nee, nee.
Je gaat voorlopig nog even lekker door. Ik ga nog even lekker door. Ja, zeker. Ja, zowel met schilderen als met schrijven. Met allebei, ja, ja, zeker. Nou, ja, zeker. Ben heel benieuwd. Willen we nog even teruggaan naar 2017, toen jij hier in Kampen je 25-jarige schildersjubileum vierde. We hebben het wel steeds, Jan Quintus, over de Bovenkerk, maar eigenlijk heeft deze kerk Sint-Nicolaaskerk. Hoe zit dat? Ja, de officiële originele naam Sint-Nicolaas. Hij was natuurlijk gewijd aan de heilige Sint-Nicolaas, de beschermheer van de varenden. En ja, Kampen was een stad van zeevarenden, een Hansestad. Dus vandaar Sint-Nicolaaskerk. Later natuurlijk de Bovenkerk en die naam Sint-Nicolaaskerk kom je in meer steden rond de IJsselmeer tegen. Harderwijk, Elburg, maar ook Amsterdam heeft een beroemde Sint-Nicolaas. Maar wij hebben een hele mooie portret van Sint-Nicolaas. Niet van Sinterklaas, dat verwarren mensen veel, maar van Sint-Nicolaas. En hier zie je het verhaal van Sint-Nicolaas. Hij redt die kinderen die geslacht zouden worden vanwege de hongersnood door het verspreiden van licht. En in de schaduw van het schilderij zie je ook de man met de zeis, dus de dood. Ja, een beetje parabel voor. Je kan, als je licht verspreidt, dan verdwijnt de donkerte, de schaduw ook van de dood. En als je licht verspreidt, elk mens kan natuurlijk licht verspreiden, doe je wat goeds in deze wereld. Dus dan ben je zichtbaar. Mooi verhaal in deze mooie kerk, Bovenkerk, maar officieel Sint-Nicolaaskerk. En ook geschilderd door een kamperschilder, Wouter Berns. Dus we zijn er ook heel blij mee dat het hier mag hangen. Er hangt in de Bovenkerk een prachtig schilderij over Sint-Nicolaas, die drie kinderen redden. Weet je dat nog? Dat weet ik nog. Ja. Dat schilderij, dat weet ik nog heel goed. En ik ben heel blij dat schilderij in de Bovenkerk gebleven is. Ja. Jan Quintus, die bewaakt het nog net niet met zijn eigen leven, maar die heeft wel zoiets toen dat schilderij daar hing. Ja. Ik vond het, laat ik zo zeggen, heel kort. Bovenkerk, mooie naam, maar Sint-Nicolaaskerk is een mooiere naam. Ja. En ik vind dat in zo'n kerk een schilderij van de oude patroonheilige hoort. En toen ik dat project ging doen in 2017, die grote tentoonstelling daar ging maken, die jubileum tentoonstelling daar ging maken, denk ik, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan en ik schilder een grote Nicolaas. Ja, het is echt een prachtig groot schilderij. Dankjewel. Ja. En dat is een heel mooi beeld geweest om te maken. En ik merk ook, ik hoor het ook van kinderen, ik hoor het van heel veel mensen die kerk inkomen. En dan is daar die, zoals het oneerbiedig wel eens genoemd wordt, Sinterklaas. Maar het is gewoon de heilige Nicolaas, de bisschop van Myra, die vrijwillig is. Ja. En een wonder verricht. Nou, zeker. En wonderen hebben we nodig in deze wereld. Ja hoor, ook dat. Vandaar. Ja, vooral misschien wel nu, deze zeker tijd. Zeker wel, ja. Nou Wouter, dankjewel voor dit gesprek. Ik hoop dat het voor de mensen ook veel duidelijker is geworden. Nogmaals, het is een verhalend filmisch boek. Het leest tot de laatste bladzij, is het spannend. Dus ik zie al uit naar het volgende verhaal. Dankjewel, ik ga mijn best doen. Ja, goed zo.